we zijn vandaag 9 mei, Hemelvaartdag. De vierde editie, denk ik, dat is van Kom op tegen kanker. Het is nog heel vroeg, maar we zijn er met heel veel plezier bij. We vertegenwoordigen de Belorta-veiling voor de derde keer. We doen dat met veel plezier en we steunen het kankerfonds zoveel als we kunnen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker is een vierdaagse eigenlijk, waarbij elke dag 250 kilometer wordt afgelegd. Het zij individueel, het zij in een team van maximum 8 personen. Waarbij de ingezamelde gelden, dus elk team verzamelt 5000 euro minimaal om te mogen deelnemen aan Kom op tegen kanker. En dat geld gaat dan integraal naar het onderzoek. Ik doe persoonlijk mee omdat kanker is een vreselijke ziekte en heeft al veel mensen in mijn omgeving getroffen. En ik vind het belangrijk om daar iets aan te doen, dus om geld in te zamelen en ook symbolisch om te fietsen tegen kanker. Nu net terugdenken aan de voordracht eigenlijk van daarnet. Dat is wel een aangrijpend verhaal omdat dat een beetje ook ik kan terugkoppelen naar mijn familieervaring eigenlijk. Mijn dochter is nu ook al 4 maal geopereerd geweest aan een hersentumor. Dus ik kan me perfect vinden in dat verhaal. Dus natuurlijk spreekt dat voor zich dat u aangrijpt. Het is zo dat er bij ons in de firma ook slachtoffers zijn van kanker. En dat is ons toch eigenlijk allemaal heel hard aangrijpt. We hebben dan eigenlijk eens met een team samengezeten. Het zijn toch wel mensen die hun schouders eronder gezet hebben en die dan toch besloten hadden om heel wat geld in te zamelen. Ik heb vorig jaar een onkel van mij verloren aan longvlieskanker. En anderzijds fiets ik ook gewoon heel graag. Dus die combinatie van de twee maakt wel heel leuk om op die manier eens kanker onder de aandacht te brengen, denk ik. Fietsen staat niet centraal uiteindelijk. Er hangt een boodschap aan vast eigenlijk. En die boodschap die moet je kunnen in je hart dragen, die moet je kunnen uitdragen uiteindelijk. Dat is het om te doen. Dat fietsen dat is een bijzaak uiteindelijk.